Hallo beste kijkers, u kijkt er weer naar het tweede Laakjournaal en mijn naam is Marcel de Rede. Mijn naam is Jurien Holler en wij hebben nieuws voor u. Bekende Hagenaars zijn hot. Ze uiten zich op artistieke wijze door schilderijen te maken in het atrium van de Haagse Hogeschool. Henk Bres legt uit waarom. Ik kreeg een mailtje en toen zeiden ze, Henk, wil jij een schilderijtje maken voor een goed doel, voor een hot festival? En dat wordt dan verkocht ten bate van al die bandjes die, weet ik hoe het allemaal zat. Van de bedragen die deze kunstwerken opbrachten tijdens het hot festival in de Julianakerk, kunnen beginnende artiesten in aanmerking komen voor zang- of bandcoaching. In deze uitzending praat ik met de kunstenmakers. In samenwerking met Opvoeden Samen Aanpakken, Stichting Mooi en het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseerde het multicultureel platform Laak op donderdag 18 juni jongsleden een debat in de Oase met als titel Diversiteit en opvoeden in de wijk. Waarom is dit debat Diversiteit en opvoeden in de wijk tot stand gebracht? Ja, we zijn hier eigenlijk op uitnodiging van het stadsdeel Laak en het multicultureel platform Laak. En wij willen hier de tussenresultaten van het project Opvoeden Samen Aanpakken presenteren en bespreken met de aanwezigen. En met deskundigen uit de praktijk praten over welke uitdagingen op het gebied van opvoeding er liggen. Het project Opvoeden Samen Aanpakken dat toont met name aan dat er heel veel behoefte is bij ouders in de Haagse gemengde wijken om samen te praten over opvoeding. En dan echt onderling met elkaar. Dus niet een cursus of informatie van zo moet het, maar echt in een vertrouwde omgeving je eigen twijfels en zorgen delen, elkaar tips geven, zelf luisteren naar wat mensen belangrijk vinden. Roze Zaterdag werd dit jaar voor het eerst gehost door Den Haag. Zaterdag 20 juni werd er feest gevierd met onder meer de Dutch Diva's en Gerard Joling. De hobbytuiners van Spoorwijk kweken en planten groenten die ze in het najaar verwerken tot gezamenlijke maaltijden. Voeg daar enkele enthousiaste imkers en bijen aan toe en neem een kijkje in de tuinen van Spoorwijk. De glinstering van de honing daar, dat is de honing, die wordt nu gevuld en als ze dik genoeg is dan wordt ze verzegeld. Dan worden de dekseltjes op de cellen gemaakt. Met pompen, met suiker heet het maar, anders. Dit is met courgette en de andere met water. Oh, ja. Dit is paprika. Dit is een paprika. En dit is een sla. Terug. Dit is een knoflook. Dit is een eier. Die eier. Is het er gaat. Dat is brandnetel. In de koffiepot speelde de Surinaamse vereniging Molenwijk voor een zeer enthousiast publiek het toneelstuk Pré Fourou. Waldi was niet thuisgekomen, weet u nog?
Dat was dat, dat was een dat peuwaal die binnen. Wat spookt hij uit? Dat gaan we zo horen. Het stuk gaat over een samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden omgaan met de uitdagingen in deze tijd. Oma! Dat is dat gaat. Ja, ga je ook missen, hoor. Je gaat zo'n portemonnee missen. Ja. Wat is er, Mike? Wat is er? Het Centrum voor Jeugd en Gezin vierde maandag 22 juni jongstleden haar eenjarig bestaan. En opende de Week van de Opvoeding met een openingswoord door René Dijkstra. Nou, is het toeval dat we vandaag de Week van de Opvoeding beginnen? Nadat het gisteren vaderdag was. Nee, dat is geen toeval. En waarom niet? Omdat we vaders hartstikke hard nodig hebben. Kom eens wat dichterbij, vaders, bij de opvoeding. Knip hem door. Zo. 1, 2, 3. Alles is aan elkaar en dames en heren, jongens en meisjes. Alette Broekens vertelt wat er allemaal te beleven viel. Het Centrum voor Jeugd en Gezin bestaat dit jaar 1 jaar. Vorig jaar 25 juni zijn we geopend. Dat willen we vieren, dus we hebben donderdag een open dag. En de rest van de week hebben wij een week van de opvoeding met allerlei programma's. Voor kinderen, voor jongeren, voor ouders. Een bijeenkomst over opvoeden voor moeders. Een speciale bijeenkomst voor vaders. We hebben van allerlei activiteiten. En donderdag is er een open dag waarbij iedereen welkom is om daar bij de workshops te komen. Wat is opvoeden? Oh, opvoeden. Je kan een kind opvoeden. En je hebt opvoeden voor je gewicht volgens mij. En opvoeden is bijvoorbeeld als je een kind hebt, dan laat je hem opgroeien, geef je eten, drinken, kleding. Wat weet jij van opvoeden? Opvoeden, dat is heel belangrijk voor een kind. Zo kan ze ook opgroeien. En dat is ook goed. Dat doen mijn ouders ook. Opvoeden is hartstikke cool. Het is ontzettend leuk. Iedereen kan er aan meedoen. Je doet het met z'n allen. Opa's, oma's, ooms, tantes, vaders, moeders, broers, zussen. Iedereen. En ook de kinderen zelf uiteraard spelen een belangrijke rol in opvoeding. Dit was het Laakjournaal. Tot de volgende keer. Dus kijk naar het Laakjournaal.